Hi dolls, welkom back to my channel. Ik heb vandaag een video voor jullie waarin ik laat zien hoe ik deze look heb gecreëerd. Dus vind je het leuk om te weten hoe ik aan deze look ben gekomen? Blijf dan even kijken. We gaan beginnen met de ogen. Ik breng eerst een primer aan op mijn ooglid. En dat is vandaag de I Love Stage Primer van Essence. En dan ga ik aan de slag met mijn Liquid Metal van Catrice in de kleur Golden Rose. En deze breng ik aan op mijn ooglid. Dan breng ik van de Sunrise Palette van Essence de middelste kleur aan in mijn crease. Vervolgens ga ik er overheen met MAC Gold Deposit. Dat is gewoon een bronzer en die breng ik ook aan in de crease. Dan breng ik met een Liquid Eyeliner van Essence een Winged Eyeliner aan op beide ogen. Dan breng ik mijn favoriete falsies aan van Forever 21. En deze breng ik aan met de Eyelash Adhesive van Clean Color. Voor mijn bovenste wimpers gebruik ik wederom de mascara van Givenchy om mijn wimpers te blenden met de falsies. Om de look iets fleuriger te maken, breng ik een groen oogpotlood aan van Kiko op mijn onderste wimperrand. En dit is de kleur 411. En de Lash Mania van Essence gebruik ik wederom om mijn bottom lashes te coden met een laagje mascara. Als laatste breng ik de gele kleur van de Essence Sunrise Palette aan in de binnenhoeken van mijn oog. En dan is de ooglook klaar. Dan is het tijd om mijn gezicht te contouren en te highlighten. Om te contouren gebruik ik vandaag de MAC Gold Deposit. En deze breng ik aan op de plekken die ik wil benadrukken. En vervolgens blend ik dat een beetje uit. Als concealer gebruik ik vandaag de MAC NC45 Pro Longwear. En deze breng ik aan onder mijn ogen, op mijn voorhoofd en neus, op mijn bovenlip, op mijn kin en onder de lijn van mijn contouren. En vervolgens ga ik daar overheen met mijn MAC Highlight Stick of Stift in de kleur Light Boost. En dan blend ik alles uit met mijn Beauty Blender. Vervolgens ga ik alles zetten met mijn bananapoeder van de MAC. En deze breng ik gewoon aan op de plekken die ik heb geconcealed en gehighlight. En dat laat ik even zitten en straks poederen we het er weer af. Dan is het tijd voor blush. Ik gebruik de Makeup Box van Essence. En ik gebruik daarvan de roze kleur om mijn als blush. En de highlighter in het midden gebruik ik voor de hoogste punt van mijn wangen, voor mijn neus, mijn cupid's bow en voor een beetje op mijn kin. Dan zijn de lippen aan de beurt. Ik gebruik de Nude Lip Upload van Essence in de kleur In the Nude. En hiermee lijn ik mijn lippen en kleur ik mijn lippen volledig in.
vervolgens ga ik daar overheen met een lipstift van Catrice in de kleur 010 Be Natural. En als laatste breng ik mijn setting spray aan van MAC, en dat is de Fix Plus. En ik waai deze even droog met mijn waaier. And there you have it. Make-up is helemaal gedaan. En nu on to the hair. Ik heb speciaal voor deze video mijn clip-in extensions uit de kast gepakt. En deze gaan we krullen met de steltang van Area Beauty. Voor het krullen van je haar met een steltang moet je de steltang schuin van je gezicht houden. En dan een halve slag draaien en naar beneden brengen. En ja, dit is misschien een beetje oefenen, maar het is vrij makkelijk. En ik weet zeker dat je het onder de knie kan krijgen. Dus keep practicing. Het is niet verstandig om met clip-in extensions te slapen. Maar voor de mensen die bijvoorbeeld een sew in hebben of van zichzelf lang haar hebben, laat ik nog even zien hoe je het langst van je krullen kan genieten. En dat kan je doen door 's avonds dan je haar in te rollen in een haarband. En ik hou hem verder mijn mond en dan kunnen jullie het gewoon even zien. Dit is de volledige look, haar en make-up. Ik heb genoten van het maken van deze video. En ik hoop daarom dat deze video nuttig is voor iemand. Vind je dit een leuke video? Geef deze dan een duimpje omhoog. En abonneer je op mijn kanaal indien je dit nog niet gedaan hebt. Stay pretty and I hope to see you soon in my next video. Bye!